Goedemiddag, het is 16 uur 48. Boodschappen zijn net gebracht, het is begin april. Het gaat een beetje moeizaam allemaal, want ik heb een spier gescheurd in mijn dijbeen. Geef niet, maar we beginnen er even aan. Ik heb kousstikjes voor de hond, vindt hij lekker. Dan heb ik reuzenbonen, een bonenmix en cannellinibonen. Bouillonblokjes, shampoo, appelmoes, 36 eieren, 2 keer 18, boerenomeletmix, die rookworst had je al gezien, 2 van zulke rookworsten. Het lijkt allemaal heel veel nu, ik laat even het overzichtje zien, maar Wessel heeft paaspauze. Als je het nieuws volgt heb je dat wel gehoord. Dus die is waarschijnlijk de hele maand thuis. Nou, in ieder geval nog 2 weken. Ik heb hierachter nog zo'n ding aardappelpuree. Vind ik lekker voor in de stamppot. Knakworstjes. Wat zit daaronder? Ananasschijfjes zit hieronder de appelmoes. Dan heb ik hier witte bonen en spersiebonen. Hou toch op. Ik heb hier goulashsoep. Persikjes, gemengd fruit en daaronder tomatensoep. Dat vind ik best wel lekker. Wat zijn dit? Oh, Unox XXL knakworsten. Grote pot pindakaas. Een sausje. Bakpoeder. Hier heb ik nog een hak bonenmixje. Pesto. Ik moet even op me doordringen. Hier heb ik iets van gehaktballetjes. Hier heb ik iets van tomatensaus, kroephoek. En hier allerlei Bertolli sausen. Dit is formaggio. Carbonara, maar die had ik nog. En knoflook. Dan heb ik 2 pakken tomatenblokjes met ui en knoflook. 4 blikjes gewoon tomatenblokjes. Zoetzure party sticks. Dat vinden we lekker om dan af en toe een keer te snaaien. Polenta, want ik ga proberen cornbread te maken. Dat zeg ik verkeerd om. Zo. Polenta, is gewoon maïsmeel. Is niet heel bijzonder. Zakjes saus. Dit zijn salademix Italiaanse kruiden. Spaghettini. Een gewone saladedressing heb ik op YouTube gezien dat ze daar een kip in gemarineerd hadden. Dus dat wil ik proberen. Ketchup en maggi was op. Dit is Cool Best. Ik zit met mijn dikke buik weer van alles aan te drukken. Ga toch weg. Ik wil nu even niet reinigen. Oké, Cool Best. Gewoon suderans voor Dennis. En dan, ik heb honing mosterd dressing voor salade, dat vind ik lekker. Ik heb Alpro Cooking Light, Alpro Barista, voor mij. Dan heb ik Alpro No Sugar amandelmelk, gewoon voor als ik aardappelpuree maak of wat dan ook. En we zijn er recentelijk achter gekomen dat Dennis lactose intolerant is. Dus ik heb nu voor hem deze yoghurt gekocht. Ja, deze kids yoghurtjes om een keer een toetje te eten. En 3 van die Alpro. Ja, hij moet maar gewoon proberen. Hij is er niet dol op en hij wil het allemaal niet. Maar ja, goed. Ik heb Paturin Cuisine. Daar maak ik altijd lekker saus van. En BCL romer. Ik had ook BCL roomboter in zo'n kuipje besteld. Maar die was op. Een chorizo mix voor als ik paella maken en dat vind ik best wel lekker om te snijden. BCL Original, Chroma en BCL Su. Dan heb ik daar Italiaanse roerbakgroenten. Even in mijn andere hand. Het loopt een beetje moeilijk met die spier. Dit is courgette rijst. Oh. Dit is wortelrijst, bloemkoolrijst en broccoli rijst. Weer andere hand. Voor Wessel. Mini Oreo's. Oreo chocola.
Milka. Die zijn gewoon voor ons. Chocolate chip cookies. Stroopwafels. Oreo. Strawberry. Geen idee. Ik hou er niet van. Oreo Happy Birthday Party. Want Wessel wordt deze maand is hij jarig. Wordt hij 19. Biscuitjes met chocola. Vinden we lekker. Pennywafels. Om wat te snoepen. Dan heb ik caramelized peer thee. Ik heb groene thee met orange en mandarijn. En groene thee met lemon, want mijn groene thee was op. En dan heb ik deze, lekker fris met citroen, limoen en munt. Ik was aan het kijken, maar dan, ik kijk niet om de telefoon heen. Ik hou hier gewoon weg. Dit vind ik heel lekker, maar gewoon als warme thee, zeg maar. Ik heb hier 6 kant-en-klare aardappelpuree. Hoe lui. Een blokje cheddar en 2 pakken cheddar. Krakottes. En dan heb ik hier cake mix. Mix voor bananenbrood. Nou, red velvet cake. En 2 mixen pancake. Eentje origineel en eentje met kaneel. Want Wessel is thuis. Dus ik heb een salademix. Vrij. En een spaghetti macaroni mix. Dan heb ik hier hamblokjes. En 2 keer spekblokjes. En ik heb hier kalkoenspek. Dat vind ik lekker. Deze Lu mini crackers met zout. Vind ik lekker gewoon om te snaaien tussendoor. Twee keer de Tex-Mex heb ik. Dan heb ik mozzarella. En ik heb een Beemster belegen. Een Beemster oud. Een Beemster extra oud. En een Beemster extra belegen. Maar het valt me nu op dat ik helemaal geen gewone geraspte kaas heb gekocht. Nou, ik heb hier 6 dingen uien gesnipperd voor in de vriezer. Dan heb ik hier nog een roerbakmix. Hier heb ik nog een basis voor soepgroenten. Hier fijne soepgroenten. En hier een Italiaanse roerbakmix. Hier heb ik 2 keer Valais. Gewoon de naturel. En 2 keer de kaasnietsel. En zweetenenkaas noemden wij dit altijd. De Zwitserse strooikaas voor op brood. Heerlijk. Ik zit ineens te denken, ik had daar nog hagelslag en vruchtenhagel. Maar goed. Ik heb filetlapjes, geelburgers. Er zijn ook geelburgers. Boerenburgers gepaneerd. Soepballetjes. Gehakt. En sausijsjes. Dan heb ik hieronder kipsausijsjes gehakt. Nog een keer burgers. Speklapjes. Nog een keer burgers. En veggie spekreepjes. Hier nog een koelbest met aardbei. Want dat vindt Wessel lekker. Dan heb ik deze een keer besteld voor Dennis. Sparkling water. Nou, met grapefruit. En dit was met citroen. Nou, misschien drink ik het zelf wel op. Deze Schweppes met citrusvruchten. Want die vind ik erg lekker. 4 keer koffiemelk. En dan komt me daar een lading drinken. Ik heb spa. Ik heb spa van de Jumbo. Ik heb ijsthee. Cassis. Nou, hier sushi. Want de spa rood werd niet meer verkocht online bij de Jumbo. Dan heb ik Fanta Lemon. Dit is Fanta Exotic. Dit is Crystal Clear met cherry hierachter. Dit is gewoon Crystal Clear. Oh, met grapefruit denk ik. Gewoon Fanta Sinas. Dit is spa met grapefruit. Dit is sorsie met framboos. Nou, gewoon rode sorsie. Ijsthee voor Wessel. Dit is met mango smaak voor Wessel. Nou, 6 cola weer voor mij. Ijsthee zonder prik voor Wessel. Dit was met sinaasappelsmaak. En ik had 8 flessen gewoon spa rood van de Jumbo. Ik heb 2 keer tonic. Nog een kassis. Oh, dat zal dat de zero geweest zijn.
En dit de gewone. En dan een pomelo. Dat was het. Nou ja, dat was het. Jeetje. Nu moet ik alles weer opruimen. Oh, ik heb hier beneden nog 6 spa rood staan en 4 keer crystal clear. De mannen mogen de limonade gaan opruimen. Ik ga nu alle vriezer- en koelkastspullen opruimen. De reden waarom we maar 2 potten groenten hadden, trouwens, is omdat ik hier nog allemaal potten groenten heb. En ik dacht, ja, ik kan het wel blijven bijvullen. Maar dat heeft niet zo heel veel nut. Dus, want dit is een dubbele rij, hè. Daaronder staat nog meer. Dus, dat is dan zeg maar onze pottenvoorraad hier in de bovenste la. Pasta's en sausen. En dan hier in de la daarnaast ligt wat voorraad, maar daar ook wat spullen voor macaroni nog. Nou, gaan we maar gelijk helemaal... Zo ziet de vriezer nog uit. Ik moet even kijken hoe ik dat allemaal ga laten passen. Maar dat komt wel goed. En zo ziet de verkeerde deur, de koelkast eruit. Daar is nog genoeg ruimte in. Dat komt helemaal goed. Ik ga inruimen. Dit was allemaal zonder de kratten. €375. Voor de hele maand. Dus tot nu toe hebben we het iedere maand wel gered. Alleen brood bijkopen dan. Dus ons experiment lijkt te lukken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!